Thijs Hendricks geldt al jarenlang als de vedette van Achilles 29. Maar gisteren kreeg hij te horen dat hij per direct uit de selectie is gezet. Via deze tweet uit de voormalige aanvoerder zijn irritatie. En dat vraagt om uitleg van de man die hem het telefoontje gaf. Ik heb natuurlijk samen met Thijs al die successen meegemaakt. En dat gaat mij natuurlijk ook mijn na aan het hart. Alleen ja goed, ik moet natuurlijk het belang van Achilles dienen. Dat staat voorop. Ja nou goed, we hadden iedereen toegezegd dat ze voor 1 januari of 2 januari morgen beginnen we met trainen van ons uitsluitsel erover zouden krijgen. Ja nou goed, ik denk de timing van een slecht bericht die is nooit goed. Hendricks is niet de enige speler die eruit is gezet. Het contract van Juanito Sequeira werd al ontbonden en ook 3 andere spelers zijn teruggezet naar het belofteteam. Onder wie verdediger Michiel Zeller. De club wil zo ruimte vrijmaken om nieuwe spelers te halen. Nou goed, de komende weken wat mensen op proef. En dan hopen we dat we daar in ieder geval iets tussen kunnen vinden wat ons verder kan brengen. Jullie doen er alles aan om het tij toch nog te keren, want jullie staan er natuurlijk zeer beroerd voor. Dat is helemaal juist, maar goed, wij zijn inderdaad wel alles aangelegen om te kijken of we ons vege lijf kunnen redden. We weten dat het een minuscule kleine kans is, maar daar ga ik toch voor, samen met Achilles. Morgen hervatten de Groesbekers de training. Maar dus zonder clubicoon Thijs Hendricks.